Toen was het weer tijd voor een nieuwe weekvlog. En dat na de spectaculaire, het spectaculaire einde van vorige week. Nou, ik ga daar sowieso alles over vertellen natuurlijk in deze vlog. Dus we hebben 4 dagen geleden dat bot gedaan. Oh ja, zo spannend, maar zo leuk. Oh, dat is toch te lief, hè? Ik heb stiekem naar boven. Want ik gok. Kijk even op mijn voorhoofd. Dit gaat er komen gewoon. En het blijft maar duren. Toen was het weer tijd voor een nieuwe weekvlog. En dat na de spectaculaire, of het spectaculaire einde van vorige week. Oh jongens, ik heb zoveel berichtjes gehad over hoe het nu gaat. En wat er allemaal is gebeurd. En of het is gelukt. Nou, ik ga daar sowieso alles over vertellen natuurlijk in deze vlog. Maar eerst... Je kijkt nu naar deze weekvlog op donderdagavond. Of tenminste, hij is op donderdagavond online gekomen. En dat gaat ook het nieuwe uploadschema worden. Dus vanaf nu, in plaats van vrijdagochtend, voortaan vaste prik. Donderdagavond, 7 uur, upload ik de weekvlog. Ja, en wat ga je dan zeggen, hè? Want, ik ben trouwens even op zolder ondertussen, want ik heb net even snel een wasje opgehangen, want de meiden zijn al wakker. Ja, wat ga ik nu zeggen? Ik heb echt in de afgelopen dagen zoveel meegemaakt. Echt emoties van links naar rechts. En goed nieuws, slecht nieuws. Allerlei stadia daarin, zeg maar, hebben we doorlopen in de afgelopen dagen. En ik zat dus ook een beetje in twijfel over wat ik nu dan wel of wat ik nu dan niet met jullie ga delen. Je moet het eigenlijk zo zien, de beelden die je in de afgelopen weekvlog aan het einde zag, die zijn voor ons pas 4 dagen geleden. Dus we hebben 4 dagen geleden dat bot gedaan en ik ga er dus gewoon transparant in zijn, want ja, hè, ik neem jullie mee in mijn leven, ik neem jullie mee in de weekvlogs, ook in de aankomende dagen. Dus je gaat daar heel veel van zien, maar anderzijds is het zo dat als je dus een bot gaat doen, dan begint het eigenlijk pas. En dan zijn er heel veel factoren, zeg maar, die geregeld moeten worden, maar ook heel veel factoren, daar hangt een koop wel of niet van af, zeg maar. Of daardoor gaat een koop wel of niet door. Dat betekent dus eigenlijk dat we nu in het stadium zijn waarin echt heel veel nog onduidelijk is enerzijds. Maar we ook wel weer stappen aan het nemen zijn. Dus ja, het is allemaal nog een beetje vaag of zo misschien als je dit luistert. Ik hoop dat we in de aankomende dagen echt duidelijkheid gaan krijgen. En ik hoop dan natuurlijk ook positieve duidelijkheid. En dat ik heel positief nieuws met jullie kan delen. Alleen zover is het dus nu nog niet. Dus ik heb wel hele goede hoop. Het ziet er positief uit. Wij hopen het ook heel erg. Want ja, het is echt een droomhuis. En precies waar we naar op zoek waren. En hè, weet je... Dat zei ik volgens mij vorige week vlog al. We zijn een aantal keer ergens gaan kijken. En toen hadden we steeds van... Nou, wel of niet, wel of niet. En toen zei onze fotograaf, die zei, als je een huis vindt waarbij je moet afremmen in emotie, dan is het hem. En dat is nu zo. Ik ga trouwens ondertussen even naar de meiden, want ik hoor ze huilen. Dus ja, dus dat is een beetje de stand van zaken. Ondertussen zijn we wel echt al heel druk bezig met het regelen van allerlei dingen. Oh, even een momentje voor de meiden. Zo lekker als je dan een kamer binnen komt lopen en dat je echt alleen maar vieze poepgeur ruikt. Ja. Maar goed, even afmaken waar wat ik aan het vertellen was. Ja, dat we dus wel echt al... heel veel dingen nu aan het regelen zijn. Dus dat ga je wel zien in deze weekvlog. Ja, en ik hoop gewoon dat dat dus niet voor niets is. Oh, ja. Zo spannend, maar zo leuk. Echt. Ja, wil je er ook uit, hè, meid? Ja. 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 Ik ben Charlie en ik kan heel goed kletsen. Zeg maar hoe je heet. Hoi, ik ben... Hoe heet jij? Thaya. Thaya. Ja, Thaya, Charlie. En dit is Bobby. Bobby, hè? Zo, gaan we naar beneden? Ja. Oké, kom maar. Oh, dansen. La 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 la. Oh, dit is toch het allerschattigste ooit. Ah. Oh, dat is toch te lief, hè? Ah. Mooi hoor. Happy.
applaus. Goed gedaan. Ik heb mijn kinderen dus echt verpest door ze heel vaak iets te geven tijdens het eten maken. Ik dacht, oh, lekker extra groente. Met het gevolg dat ze dus steeds als ik eten aan het maken ben, gaan zitten gillen met z'n allen. Omdat ze dus alvast iets willen hebben. Super vervelend en irritant om af te leren. Dus mocht je nog kleine kinderen hebben die op dit moment nog niet zover zijn. Eén tip. Ga ze dat dus niet aanleren, want je krijgt het dus lastig. Oh, lijkt net alsof ik over een hond praat of zo. Maar goed, iets dat je jezelf aanleert is soms moeilijk af te leren. Vooral als je nog heel klein bent. In dit geval van de meiden pas één. Dus, ik ben even snel een saladetje aan het maken. En de meiden die hebben dan lekker dit. Dit is yoghurt. Kierjoghurt met havermout, rozijnen. Druiven, klein gesneden. En pindakaas. Ja, dat was het. En dat proberen ze zelf. Ik ben benieuwd of dat gaat zonder dat alles onder zit. Maar goed. En ik heb dus deze salade. Ik dacht, ik ga hem even laten zien. Lekker met tuinkruiden. Dat vind ik heel lekker. IJsbergsla. Puntpaprika. Cherrytomaatjes. Een hele snelle zoals je ziet. Hè? Cashewnoten. Feta kaasjes. Zongedroogd tomaatje. En ik heb er een paar rozijnen door gedaan. En dan heb ik dit nog voor de wei. Met heet water. Dus. En vergis je dus nooit in salades. Want buiten dat ze natuurlijk vaak gezond zijn. Als je dus de goede dingen gebruikt. Kan het zo zijn dat er ook stiekem best wel heel veel calorieën in gaan zitten. Als je niet goed oplet. Bijvoorbeeld deze salade bevat zongedroogde tomaatjes. Feta kaas en cashewnoten. Als je daarvan alles veel in gaat doen. Dan krijg je veel vetten en veel calorieën binnen. Je kan ook zeggen ik doe van alles een beetje. Dus ik doe bijvoorbeeld 4 feta kaasjes, 4 nootjes en 4 zongedroogde tomaatstukjes. Snij ik gewoon in stukjes en dan heb je over je hele salade heb je dus die lekkere dingen erin. Zonder dat je meteen heel veel vet en calorieën binnenkrijgt. Wel echt even een belangrijke tip. Je kan het altijd invullen in onze food tracker. Hè, om te zien wat je dus precies binnenkrijgt als je zo'n salade maakt. En dan ben ik nu eigenlijk wel benieuwd wat jouw lekkerste salade is. En ik zou zeggen, deel hem even, want dan kunnen we hem allemaal zien. Hij is weer thuis weer, jongens. Het is weekend. Het is vrijdag. Nou, ik zie eruit. Oh, ja, ik eigenlijk ook wel. We hebben echt dus al een hele week slecht geslapen. Maar goed, nu is het weekend. Ik heb er ook helemaal zin in. Leuke plannen. Morgen ga ik met een vriendin naar de H&M, want daar heb ik een shopafspraak. En nu gaan we eten. Ik heb een lekker... Ja, je hoort mij volgens mij helemaal niet eens. Ik heb lekker een soepje gemaakt met alle groenten die ik nog in huis had. En die van de kindjes die heb ik even buiten gezet, zodat het kan afkoelen. Oh, Ramos, wacht maar even, schat. Dan doen we helemaal lekker op z'n vrijdags met stokbrood en boterhammen en soep. Dus. Lekker. Hebben we geen bordje nodig? Oh, wil je ook een bordje? Ja, vooral. Oh ja, oké. Okay. Je kan zonder bord eten. Ja, ja. Oké. Okay. Heb je honger? Ja. Doe maar mij ook eventjes twee. Eén keer. Ik doe maar deze. Oeh, ook nog een beetje. Oh jongens, wat een drama. Het is 4:30 in de ochtend en ik ben echt serieus al zeker een uur wakker. Oh my god, ik kan gewoon niet meer slapen. Om 4:30 werd Charlie volgens mij wakker. En normaal gesproken dan ga ik gewoon weer naar bed, ga ik slapen. Maar nu lig ik al een uur gewoon te woelen en te doen. En toen dacht ik, nou weet je, ik ga er wel even uit. Want wellicht helpt dat. Even een kopje thee gemaakt met gember. En dan hopelijk straks nog even slapen. Ik merk een beetje dat, ja, toch wel de spanning en alle gedachten die dan in je hoofd omgaan. Met betrekking tot, ja, het huis. Ja, maken me dan een beetje onrustig of zo. En ik denk dat ik daardoor niet zo goed mee kan slapen. Pff. Is niet erg, want normaal gesproken slaap ik altijd best wel goed hoor. Maar echt zo irritant. Ik ga maar even op de bank zitten met deze. En hopen dat ik zo meteen even nog mijn ogen dicht kan doen. Zo, goedemorgen. Ik heb even mijn multi genomen. Deze neem ik elke ochtend super fijn. Mega multivitamine. Zitten hele mooie hoge waarden in. En ik heb lekker een shake gemaakt voor mezelf. En ik ben weer helemaal fris en fruitig. Het is inmiddels 9:15. En ik heb dus tot 8:00 uit mogen slapen van Ed. Echt super fijn. Ik had hem vanochtend aangetikt van, oh, ik ben echt de halve nacht in de weer geweest. Kun je me alsjeblieft laten liggen?
En toen kwam die mij dus om 8 uur wakker maken met een koffietje op bed. Echt zo chill. Nu is hij met Ramos even naar het voetballen. Want die gaat vanaf vandaag, mogen ze weer buiten trainen, die kindjes. Dus dat is heel leuk. En ik heb dus even een shakey die ik altijd neem. Gewoon die power shake noem ik hem altijd. Nieuwe verband power shake. Dit keer heb ik er eiwit in gedaan, maar hoeft niet per se. Blauwe bessen, spinazie, banaan en amandelmelk. Ik heb er geen avocado in gedaan, anders was het een beetje vol en veel, zeg maar. De meiden die zijn lekker aan het spelen hier. En ik heb vandaag een leuke dag, want mijn ouders komen zo meteen. En die komen meehelpen met de hele tuin opruimen. We gaan alles wat daar staat, wat weg kan, gaan we alvast helemaal wegdoen. Dus dat gaan we vandaag doen. En ik ga met Kelly naar de H&M. Want ik heb daar dus een shopafspraak gemaakt om 12 uur. Dat is helemaal leuk. Ik heb er helemaal zin in. De zon schijnt, dus het gaat helemaal goed komen vandaag. Nou, wij zijn lekker aan het ruimen. En toen dacht ik, ik ga deze wegdoen. Maar nu ik hem hier zo zie staan, denk ik, oh, zonde om weg te doen. Even aan Ed vragen. Kijk, die zijn lekker bezig daar. Oh jongens, wat een troep komt er dan uit zo'n ding. Kom eens, mop. Kom, Jack. Ja. Wat vind jij dit? Moet dit weg? Als je zo ziet staan, ik wilde hem wegdoen, maar als je hem dan zo ziet staan, denk ik, oh. Ja, het past er niet bij het kleed. Dat was toen ook de reden dat we hem niet meer hebben gegooid. Nou, hij lijkt wat geel uitgeslagen, maar dat kan ook komen door het. Ja, dat is ook geel uitgeslagen, zag ik bovenal. Oké, nou, dan hoeft het niet mee te doen. Dan ben ik er niet meer mooi. Nee, wegdoen dan. Kimberly. Ik was juist stiekem aan het vloggen. Zitten we hier? Dit is echt best wel awkward eigenlijk, maar goed. Ik ben dus even lekker met Kelly, maar dat wisten jullie al, had ik al verteld. En we zijn dus allebei aan het vloggen op dit moment. En we gaan allebei een reel maken voor Instagram. Dus we zijn helemaal lekker bezig met content schieten. We hebben lekker een koffietje en we zijn op een bankje aan het wachten totdat we naar de H&M kunnen. Ik ben super benieuwd. De laatste keer dat ik in een winkel was, kan ik me niet eens meer herinneren. Zo lang geleden. Ben je nog niet in de Action geweest? Nee, ik ben helemaal nergens meer geweest. Echt helemaal nergens, behalve in de supermarkt. Wow. Oh, wow. We hebben een half uurtje. Een half uur. Dus we moeten nog een strategie gaan bedenken hoe we dit gaan aanpakken. Ja. Want we moeten ook passen, toch? Heb je een lijstje met wat je nodig hebt? Nee. Het enige wat mijn voornemen was, is voor mezelf kijken en niet voor de kinderen. Oh, dat was eigenlijk mijn voornemen. Dus, we gaan ervoor. Lukt het, Kel? Ja. Ik zie altijd zo van die voetjes er onderuit komen. Bijzondere outfit aan huis. Oké, nou, we gaan het zo zien. Jullie gaan allemaal getuigen worden. Met een broek met wijde pijpen. Ja, ik word er helemaal blij van. Heel misschien dat ik een maatje kleiner ga pakken om te zien hoe dat zit. Dat hij zeg maar, omdat ik bang ben dat hij een beetje uit gaat lopen. Maar, dit is echt heel leuk. Jee. En om het helemaal af te maken, nadat we echt helemaal geslaagd zijn trouwens. Dat zal straks even laten zien thuis. Hebben we nog lekker lunch gehaald bij Bakker Bart. En zitten we in het zonnetje om het op te gaan eten. Echt helemaal chill, hè? Wow, mijn camera gaat er zelfs helemaal van inzoomen. Wat lekker dit. Heb je goed voor elkaar, moppie? En dit hebben we ook echt verdiend naar vandaag, vind ik. Niks is gewoon zo lekker als dat je dan de hele dag bezig bent geweest. Ik ben ook echt helemaal kapot. We hebben heel de dag alleen maar gerend, Ed, eerlijk. Het was wel echt super leuk om gezellig even met Kelly weg te zijn geweest en lekker shoppen. Ik zal trouwens morgen even mijn nieuwe items laten zien. En daarna even een broodje gegeten in de zon. Maar verder hebben we gewoon de hele dag gerend, alle mijn dingen opgeruimd. Echt de hele schuur is leeg. Op zolder al heel veel weg, dus dat is echt, echt heel fijn. Dat we die stappen al hebben kunnen zetten, zeg maar op voorhand. En nu is het dus 7 uur. De kindjes die liggen al op bed. Helemaal top. En we hebben lekker een pizzatje gemaakt voor onszelf. Een wijntje erbij. En nu gaan we met Etio Boulevard helemaal chillen. Ja, heerlijk. Even je voetjes wegmoffelen. Proost. Lekker geslapen? Ja, ik weet. Jolie is wakker, hè? Van haar ochtendslaapje. Ja. Ja. Heb je lekker geslapen, meid? Ja. Ja? Ga je zo lekker mee met mama? Ja. Oh, gezellig. Toch? Ja. Reisje. Wie zie je daar? De jaasje. Ik ga de meid lekker uit bed halen. Ja, jij ook, hè, meid? Ik heb vandaag mijn nieuwe kleren aangedaan. Ik ben er helemaal blij mee. Het is dus een
wat wijdere broek van de onderkant. En dus dit gele topje. Oh, ik ben helemaal buiten adem. Ik ben de hele ochtend aan het rennen. En vliegen. Allerlei dingen aan het doen. Ik heb vanochtend gesport. En daarna meteen verder gegaan. De was en douchen en alles. En ik ben er helemaal moe van. Maar aan de andere kant, ik wilde even deze ochtend lekker alles, zeg maar, zoveel mogelijk doen wat ik wilde doen. Want ik ga zo meteen gezellig met de kindjes op visite bij mijn oom en tante. En dan wilde ik vanmiddag gewoon even helemaal niks. Op de bank liggen, spelletje doen met de kindjes, auto's rijden in de huiskamer, dat soort dingen, zeg maar. En ik dacht, als ik dan nu alles doe, dan hoef ik dat straks niet meer. Dus dat. Maar we gaan eerst even deze dametjes verschonen. Ik heb zin in de aankomende week, want in de aankomende week hebben we de lancering van het Summer Body Program. Als jullie dit dus kijken, dan komt die over 2 dagen. Ja, deze dame heeft een beetje, die krijgt tanden volgens mij. Over 2 dagen komt het Summer Body Program online. Oh nee, over 3 dagen, want het is op donderdagavond komt het online. Dus op zondag, jeetje, helemaal verwarrend. Want als jullie dit kijken, hij komt tenminste donderdagavond online. Dan komt het Summer Body Program op die zondag. Ik ga even een linkje in de beschrijving zetten. Veel duidelijker, want het is nu helemaal verwarrend. Dus voor ons is het een spannende week. En natuurlijk omdat we deze week alles te horen krijgen over het huis. En in het allergunstigste geval gaan we dus misschien al wel deze week tekenen. Dat hoop ik tenminste. Ja, dat hoop ik. Spannend. Ik ga dus stiekem naar boven. Want ik gok. Wij zijn namelijk weer geweest naar mijn oom en tante om even koffie te drinken. En toen kwamen we thuis. En toen was ik even gewoon helemaal klaar met alles. Moe, super aan mijn hoofd. En ik wilde gewoon even een uurtje chillen zonder iets anders te moeten. En zei Ed, ik ga wel eventjes... Deze man die zou wel eventjes alles regelen boven, maar is al zo lang weg. Niet naar de kamer. Ik weet gewoon, zie je nou? Ik wist gewoon dat deze stiekemert. Hij zei, ik ga wel even dit en dat doen, de was en allemaal dingetjes. Maar hij bleef zo lang weg. Ik wist gewoon dat hij stiekem voetbal aan het kijken was. Oeh. Ja. Nee, jij bent gewoon een beetje sneaky. Nee, zeker. Anders kom jij toch ook gewoon gezellig voetbal kijken. Ik denk dat het prima kan. Je hebt hele koude handen. Is dat zo? Ja, niet normaal. De meisjes zijn wakker. Oh, dat is echt heel fit. Doe niet, dus normaal heel te zuchten. Ik ben een beetje in een klaagmodus. Ja, nee, dat is waar. Jongen, heb je een paar stijgerplanken? Ga lekker voorzien. Oh, ik zit ook helemaal onder de puisten. En een beetje vettig op mijn voren. Waarschijnlijk heb je dat ook al verteld. Maar dat komt omdat je bijna, je weet wel, in je cyclus zit. Daar heb ik ook mentaal last van. Hè? Eigenlijk ben ik al 4 dagen over tijd. Dat is bij mij niet heel raar trouwens, want dat heb ik al vaker. Maar... Nou, je weet het nooit. Ik word het gewoon heel... Nou, dat nee. Gewoon nog een tweeling krijgen. Nou, nee. Of een drieling. Dat is niet waar. Dadelijk denken mensen dat dat is. Maar dat is echt niet waar. Nee. Kijk even op mijn voorhoofd. Dit gaat er komen gewoon. En het blijft maar duren. Kijk, ik word daar gewoon niet beter van. Kijk, jij hebt daar geen last van. Ik heb grijze haren dankzij jou. Ja? Goed licht wel. Ja, ik ga koken. Nu al? Mm-hmm. Ja, dat doe net als gisteren de kinderen om 6 uur naar bed. Ja, ik heb eigenlijk heel veel zin in risotto. Maar ja. Ik heb vooral zin in dat jij het maakt en opruimt. We hebben weer morgen de boodschappen besteld. Eerst deed ik altijd op zaterdag en nu heb ik het weer een keertje. Heb ik het een paar weken al op maandagavond. Dus ik ga nu even klikjes doen. Ik zag laatst iemand die had zijn hele voorhoofd plat gespoten. Dan knallen die pukkels er allemaal zelf uit, denk ik, als je dat weet. Denk je ook niet? Ja, dat zijn. Dan het drukt het gewoon die talg er zo tegenaan, zodat als je dat doet... Oh, heerlijk, weet je wel. Ja, vind je dat? Ja, oh, heerlijk. Zo smoetsen? Ja, oh nee. Nee, ik vind het op zich best wel zo... Ja, het vroeger niet echt puistjes, toch? Nee. Ik wel. Beetje talg. Te veel.
Had je zeker veel varkensvlees? Nee. Dat kan je daar wel van krijgen natuurlijk. Nee, maar ja. Het is goed. Veel tallig zorgt voor een jonge huid als je ouder wordt. Ja, en daarom krijg je rimpels. Oké, precies. Ga koken. Doe jij de meiden? En dit is dus wat het is geworden. Gewoon risotto gemaakt. Ik heb er pak soi bij gedaan. Paprika een klein beetje. Heel veel courgette. En nog wat kaas. En zongedroogde tomaatjes. En dan lekker veel kruiden, peper, kurkuma, curry, knoflook, heel veel. Jij bent gewoon rechts. Kaas en eieren. Dat is raar. Raams is gewoon rechts en wij zijn allebei links. Oké. Wie gaat er eerst? Ik ga. Nou, doe maar. Welke ben jij, het kruisje of het rondje? Rondje. Maar dan mag ik wel. Ja, nee. Goed opletten, of je kan, goed opletten of je drie op een rij kan doen. Kijk eens. Nee. Oké, ja, doe maar. Doe wat jij wil. Hier, drie op een rij kunnen naar beneden. En nu kan ik ook. Oh. Nee, ik doe het nog een keer met mama. Oké. Ik moet even alle filletjes nog pakken, want deze zijn al vol. Lekker wel, Charlie. En toen was het alweer dinsdag. We gaan een beetje snel in de tijd vooruit. Ik heb gisteren even niet gevlogd, want het was echt een super drukke dag op werk. En ik heb gisteravond ook nog een webinar gegeven. Dus vandaar dat het er nog niet van was gekomen om af te sluiten. Ja, ik zie jullie volgende week weer. Vanaf nu dus elke donderdagavond 7 uur de weekvlog. En dankjewel voor het kijken voor nu. Doe een duimpje omhoog. En ik zou het super leuk vinden als je abonneert op mijn kanaal. Als je dat nog niet had gedaan. Nou, en laat even weten wat je van de weekvlog vond. En ik hoop dat ik je volgende week weer zie. Doei!